Bonjour allemaal! We zijn vandaag bij dag nummer 2. We gaan naar de optocht in Tulpentanenstad. Met worstenbrood. Met worstenbrood. We zijn er helemaal klaar voor. De Tulpentaanse vlag hangt uit. De Sansevieria staat voor het raam. Lekker warm aangekleed zodat we niet meteen onderkoeld raken. Dus here we go voor dag en ronde nummer 2. En wat een geluk jongens. De zon schijnt. Heerlijk. Hey Kasper, wat vind jij zo leuk aan carnaval? Nou, ik vind de optocht al wel heel leuk. Ik vind alle ballen en ja, het feest. En hier is mijn possie. Ja, mijn possie. Mijn possie, mijn possie. Hoe overleven je de optocht? Warme kleren, worstenbrood. En kauwlaai. Ja. Hey Astrid, wil je ook nog wat zeggen tegen de mensen van de krant? Nee. Nee? Dit is mijn broer. En mijn broer die heeft zijn been gebroken op verschillende plaatsen in december. Die wonen we even zo. Daar zo, ja, daar ja, allemaal. Die zou de komen brengen. Dus ja, hij zit nu maar even bij de optocht. Natuurlijk doen jullie dan ook aan het kijken. Mooi vluchtje. Stadje met gondel nummer 2. Ga er ook mee shoppen en word jij dan blij. Ik zei het op het taal en wat zei jij? Oh, nou, we zijn er. Nou, mooi, goed gedaan. Oh ja, dank u wel. Dank u wel. Van Rosalie naar de man. Ja, oké. Okay. Ja, dank u wel. En shoppen. Lekker warm glühwein. Fijne reunie met oude vrienden die ik de rest van het jaar heel te weinig zie eigenlijk. Ja? En veel reet met vrienden en bekenden. Ah! Oh. Simpel? Simpel! Ja. Zijn mensen van boven de rivier ook welkom? Vanzelfsprekend. Maar? Hou het netjes. Hou het netjes. Doe je research en zorg dat je erbij komt. Ja! Hartstikke bedankt voor het kijken. Het was een leuke dag. Mijn stem is niet zo heel erg goed meer. Manlief ligt al lang op bed. En ik denk dat ik er nu ook een einde aan ga bereiden. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik vond het echt heel erg leuk dat jullie weer mee zijn gegaan naar Tulpentanenstad. Tot morgen. Doei!